Hoe publiceer ik mijn boek? Hoe ziet de weg naar publicatie eruit? Het antwoord daarop is lang, lang, lang. Als je een uitgeverij hebt gevonden, duurt het doorgaans toch wel een jaar minimaal voordat je boek daadwerkelijk in de boekhandel ligt. Dus in die tussentijd moet heel veel gebeuren. Ik denk het snelste wat ik ooit heb gehad is misschien dat het binnen 3 maanden in de boekhandel lag. Maar dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. Dus ga uit van minstens een jaar dat je nog bezig bent met redactie. Je gaat met de redacteur en met ons op een nieuwe redactieproces in. En dat kunnen soms 2 redactieprocessen zijn, soms 3, soms wel 5. Er komt nog bureauredactie. Die gaan ook nog op de kleine dingen in de tekst letten. Er komt nog correctie als het boek gezet wordt. Dus als het echt als een boek eruit komt te zien. Dus bedenk je, er zijn heel veel stappen naar publicatie toe, die je heel veel tijd kosten, maar die ook veel, het wordt ook verwacht van jou als auteur, dat je daar veel tijd aan besteedt. Dan moet er nog een omslag gemaakt worden, dan moet een flaptekst gemaakt worden. Dus het boek maken zelf, daar gaat een vrij lange periode overheen. Het feit dat jij denkt dat je manuscript af is, betekent ook niet dat een uitgeverij vindt dat het manuscript af is. En het is wel echt een samenwerking. Dus het is ook wel echt zo dat de uitgeverij uiteindelijk toch ook wel daar een flinke hand in heeft door te zeggen, ja, wacht eens even, we gaan het pas echt uitgeven als iedereen, dus ook wij, tevreden zijn. Verwacht dan ook niet meteen hele hoge oplages. Daar kunnen we ook heel eerlijk in zijn. Met een gemiddeld romandebuut worden er 750 à 1000 van gedrukt in de eerste druk. Dus verwacht niet dat meteen dadelijk iedereen aan de lijn hangt om je te spreken. Of alle boekhandels het meteen groot neerleggen. Maar je kunt in ieder geval in die weg naar publicatie heel veel stappen zetten om het boek zo goed mogelijk te maken. Dat het dadelijk in ieder geval zo goed mogelijk naar die boekhandel toe gaat. Vond je dit nou een handige tip? Check dan ook ons YouTube kanaal voor andere video's. Of ga naar onze website cbsbisseling.com. En daar kun je trouwens ook dit boek voor krijgen.